Goedemiddag en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Modern Survival. Let's on it! Ik ben hier samen met... Ik was hier samen met... What the f***? Hoezo was? Ja, nou, in ieder geval met mij ben je in ieder geval wel. Hoi mij. Met Willem. Met Willem. En met wie is hij hier nog meer? Met Dutch Gaming Nation. Met Willem. Willem de Tweede. Dat was de derde. Zout erover. Wat is met Willem de Half gebeurd? Dat weet ik ook niet. Maar we zijn er weer en we zijn er allemaal en we hebben er heel veel zin in, toch? Ja, het allemaal! Ik denk het wel. In de vorige aflevering hebben wij, hebben jullie de Leeuwenkoning gebeuren gedaan. Ja. 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 Waarom was jij er vorige week niet? Ik had geen zin. Oh, nou ja, dat kan. Ik had keelpijn. Ik vond het niet tof. Jammer dan. Ja. Peter Pan. Maar goed, de kijkers vonden het wel leuk dat het een keer overgenomen werd, dus... Ja, sommigen die vonden het leuk, sommigen die beginnen dan te dreigen, want die zijn dan weer geen fan van Darkplayer en die beginnen dan weer te dreigen. En denk ik bij mij eigen, serieus jongens, waarom dreigementen gaan sturen, dan verandert toch niks. Dus... Ja, ik denk niet dat Darkplayer ermee zit. Nee, Darkplayer, nee. Plaaier? Darkplayer? Darkplayer. Plaaggeest. Nou, ze hadden het er wel over tot misschien binnenkort een Dark Towler zou verschijnen. Pardon? De papa van Dark Player, daar hadden de kijkers het over. Oh, die zijn raar. Nee, Maar goed, we gingen dus naar de Nightmare Dimensie. Dat was in ieder geval de bedoeling. Dus ik ben me eigenlijk alvast een beetje aan het voorbereiden. Het enige nadeel is, hoeveel Ultimate Tools kan ik maken? Ik denk niet veel. Ik denk hooguit dat ik nog één arm... Een ultimate helmet of zo kan maken en daar houdt het dan mee op. Wat heb je nog nodig? Ik heb alleen maar een chestplate ultimate. Oké, zal ik mijn mentes gaan farmen die ik nog heb? Nee, wij willen nu vandaag naar die dimensie toe, dus we gaan niet farmen. Ja, oké. Ik ben mijn armor aan het repareren. Heb ik al gedaan toen jij toevallig gisteren er niet was. Of vorige week. Oh, oké. Gisteren. Wat de... Ik moet wel zeggen, dit is wel lang geleden. Wat is dat voor jou in ons dorp? Nee, mijn deurbel. Hij is één keer al afgegaan en niet meer aanzitten. Pas erop. Oh, ik wou zeggen, dat kan geregeld worden. Pas erop. Meneer de Tuiler, mag ik komen repareren? Nee. Ja hoor, kom maar eventjes binnen. Voeten vegen! Gloei. Mooi sound effect. Even kijken. Ultimate. Dan moet ik even kijken hoor. Maar eens even kijken. Wel goed kijken hoor. Kan ik een broek maken? Nee, daar heb ik er twee voor nodig. Boots. Daar heb ik er ook twee voor nodig. Helm. Ik heb er overal twee voor nodig. Damn. Een spinnetje in mijn huis. Prima, dan ga ik gewoon een ultimate sword maken. Uh-oh. Dat is altijd handig. En... Hallo meneer. Ik zit aan een chef te grinnen. Dat kan hè? Ja. Zo dan. Denk je niet te zitten? Zo van zitten? Want hallo? Goedendag. Met mee. Met me. Met wie? Met me. Met wie? Met me. Even kijken, ik wil eigenlijk trouwens wel een backpack meenemen als we naar de Nightmare Dimensie gaan. En ik dacht dat ik er een gemaakt had, maar blijkbaar dus niet. Dan moet je er nu een maken. Nou, dat is zo. Jongens. Nee. Wat? Tornado, grapje. Nummer 13, ongelukgetal, heb ik in de jukebox gedaan. Kijk. Zolang ik maar in de jukebox blijft, vind ik het prima. Wat voor armor heb jij eigenlijk? Heb je ook paars? Nee. Nee, ik heb heel... Is dat ultimate? Ja. Oh. Heeft er iemand van jullie nog strings? Ja, ik ga halen. Ik heb er nog 10 nodig namelijk. Ik heb er halen. Ik heb er genoeg. Oh trouwens, ik zie hier ook al... Ja, maar ik heb er echt genoeg. Ik wil ze brengen. Laat me ze brengen. Ik heb er 13. Maar jij wil ze brengen, hou ik ze wel. Waarom zit je in mijn kop? Omdat daar een spinnenweb zat. Kijk,
Dankjewel. Ik vind het weer maar eng. Het is ook. Wat fairy heb jij eigenlijk? Ik? Ja. Ik heb dingetje. Oh, ik heb de verkeerde. Een backpack is volgens mij best handig, toch? Ja, ik ben een grote aan het maken. Ja, ik ga er ook een grote maken. En niet Navi. Maar er is ook een big workbench. Sorry, welke fairy hebben jullie het? Wat? Hoe heet die fairy die jullie hebben? Wat is dat voor ge... Jongens? Wat? Ik hoor de hele tijd... Ik hoor niks. Zo. Spastische Dark Knight. Stefan, hoe heet die... die fairy? Ik zal eens even kijken. Even wachten, ik heb een Ender Knight hier in mijn huis. Ik had een Enderman in mijn huis. Ja, hij kwam even bij mij langs. Hij had nog maar 1 HP, dus zeur niet. Ik heb Rana. Ja. Is die gratis? Nee, zeker. Niks gratis. Is gratis. Oh, die kan ik niet hebben. Dus te weinig experience? Ja. Oh, ik heb 69. Jammer dat ik jou geen experience kan geven. 69. Ja, ik heb 69, ja. Dat had ik al vorige week en dat heb ik nou nog steeds. Klopt, hij had volgens mij Darkplay het er ook over. Volgens mij had hij die grap ook gemaakt. Ik maak er geen grap over, ik vind dat niet grappig. Nee, Alex vindt Alex is de enige die het grappig vindt. Even kijken, een ultimate... ja... Dan is mijn vraag... even kijken... Een breaking, oh die heeft hij al. Oké. Ook één zwaardige reserve bij me. Je weet het niet. Je weet het maar nooit. I don't know. Hé, het is gestopt met onweren. Hé, eindelijk. En nog niet eens een tornado. Ik was echt bang dat... Daarom heb ik best wel gehaast eigenlijk de aflevering gestart. We zitten al 7 minuten en hebben we nog helemaal geen ene flikker gedaan. En ja, zitten ik ben nog steeds... klaar. Ik ben er klaar voor. Nou, ben je er klaar mee? Ben er helemaal klaar mee? Ik heb bones. Dan kan ik mijn mango tree laten groeien. Oh, ik heb wel wat bones. Ik doe eventjes die stuff die ik nou echt zeker weet te weten niet nodig heb. Even. En als je dan een mango sapling krijgt, dan wil ik er ook wel eentje. Ik zal eens even kijken of ik een red ant... Of nee, wat was het nou? Oh ja, nee, het was een unstable. Unstable. Ik heb geen unstable nest. Even kijken, ik heb wel wat nesten. Even kijken, ant nest, red ant nest. Nee, ik heb ze niet. Iemand? Even kijken. Dus ik heb niks onstabiels. Ik ben helemaal stabiel. Instabiel. Nou, ik zou wel verwachten dat ik eentje zou hebben, omdat ik instabiel ben. Instabiel, zei hij. Hij zei het zelf. Ken je niet die instabiele kat? Jawel, natuurlijk ken ik de instabiele kat. Nou, het is wel de bedoeling dat jullie hem hebben, want zodra dat ik zeg maar er eentje heb, dan plaats ik daar gewoon weer zo'n telepad neer. Ja. Oh, trouwens, ik ben nu jouw boom aan het mielen, maar hij doet het niet. Waarom? Ja, waarschijnlijk heb je daar savanne zand voor nodig ofzo, maar ik ben al op zoek naar een unstable ant nest. Ja. Zou je die trouwens niet... Oh nee, wacht, dit is een rainbow. Ik heb hier rainbow ants. Rainbow. Ik ga ook even eentje zoeken. Ja, dat zou wel fijn zijn als er dan eentje iemand iets vindt. Ik kan alleen geen backpack maken voor mezelf. Ik kan geen backpack maken. Oh, ga ik ook geen grote back maken voor zichzelf? Hij heeft toch al een grote back? That's what she said. Get wrecked! Wreck-It Ralph. Ja, dat is een hele leuke film. Ja, die is echt gaaf. Ja, die is echt heel leuk. Echt een aanrader. Zei ik al. En dan ben ik zeker de enige die hem nog niet gezien heeft van ons allen. Schandalig! Schande! Ik heb hier een unstable end. Oh, wat ik eigenlijk ook... Ik heb een nest nodig, anders komen we er wel in, maar niet meer uit. Ja, ik wel, jullie niet. Aha! Je hebt echt zo'n nest nodig. Maar volgens mij hebben die tornado's alles opgezogen. Ik ben aan het zoeken. Serieus. Laatst heb ik part 1 voor de grap nog een keer zitten te kijken. Toen zag je gewoon hoe mooi het landschap er nog uitzag. Nu is het gewoon één grote chaos van blokken. Moeten we misschien verhuizen of zo? Nee. Waarom heb je part 1 gekeken? Nee. That's a secret for everybody. Oh, hoezo? Not gonna tell you. Oké. Dus ook heel eventjes leuk om te melden. Ik ben gestopt met roken. Yeah. Ja, dat werd dus tijd. Ja, inderdaad. 13 jaar wordt er wel eens een keer tijd, ja. Feliciteer hem even.
Laat het in de reacties achter. Nou nee, dat hoeft nou ook weer niet per se. Ja, probeer. Jongens, doe het! Spam hem helemaal vol met gefeliciteerd. Spam. Nou, dan zie ik al wat de comment van de dag morgen gaat worden. Gefeliciteerde. Ik ben hier gewoon aan het onderzoeken en ik kom nou hier... Ja, een sneeuwbiome zou ik ze denk ik niet vinden, maar goed. Wat? Je hebt hier wel een vliegend huis. Oh, een vliegend huis is wat... Ik kijk op mijn minimap en ik zie een ghast op deze wereld. Een ghast op deze wereld? Dat ben ik, dat ben ik. Nee. Oh. Echt. Disgusting. Huh? Ik heb vlees nodig, jongens. Echt wat een... Oh, ik heb geen vlees nodig, ik heb gewoon... Oh, dat is lang geleden, ik zie een coin. Coin? Ik zie alleen maar bomen. Echt, serieus, jullie hebben het geweldigste beeld van nu allemaal. Welkom bij dit natuurgebied. Hey, een big hammer. Wij zijn hier nu aangekomen bij de gewone natuur, waar we dus een kip voorbij zien lopen. Ben jij toevallig botertje? Botertje. Botertje. Ik heb een ghost spawner gevonden. Ah, oh, weet je nog, botertje? Ja, ik weet het nog als de dag van gisteren. Nee, ik ga geen flashback. Nee. Ja! Hier komt botertje. Goeie botertje. Als jij nou eventjes aan de kant gaat, dan is hij niet geconfused. Hier, is dat jou gewoon aan te staren? Botertje, ja. Ik heb zaad! Goed, dan breek ik het huis alvast af. Moet ik hem helemaal afbreken of... Nee, nog heel eventjes wachten, want we hebben nog geen dak op ons... Botertje! Botertje. Mag ik eventjes, ter respect van botertje, eventjes een tekst, even een tekst onderin. Rest in pieces, botertje. Hij heeft het gewoon denk ik maar 3 dagen overleefd of zo. Ja. Oh. Bij wie ging die dood ook alweer? Bij mij. Bij jou? Mm-hmm. Hij was vermist toch? Oh ja, nee, dat was met die creeper. Dat was met de creeper. Volgens mij was dat ook met de koe. Kan ik kan me niet herinneren. Eén flashback is genoeg, dacht ik zo. Ja, dat is ook wel waar. Maar ja, weet je wat ik ook eigenlijk best wel vind? Het rondlopen, dat werkt niet. En ik heb jullie je Nightmare Dimension beloofd. Dus ik ga heel eventjes knippen totdat ik een... Termietennest. Oh. Ah, de... Oké. Okay. Tot zo. Oké, kom maar op, Mantis. Kom maar. Want het is weer niet. Ik ben in de toren. Ondertussen zijn we terug, want we hebben een Unstable Nest gedinges gevonden. En ik heb een mantispannen gevonden. En ik ga niet weg voordat hij geloofd is. Oké. Oh, 20 uur later. Nou, ik moet wel zeggen, dat geluid is wel irritant. Oké, ik heb L. Don't you dare to spawn. Goed, zo, braaf. Zijn ze toch braaf vandaag, hè? Ah, ik heb bijna maximaal aantal hartjes. Ik niet. Ik zit nog maar op de helft. Oké, dan. Eventjes sorry dat ik echt ontiegen... Oh, waar heb ik veel Mantis Claws nou? Nou, die Ants Nest die heb ik nou niet nodig, want die heb ik al thuis een paar liggen daarvan. Dus, wat ik wel heel veel mee wil nemen is al dat titanium en uranium. Ja. Kan ik toch nog een beetje Ultimate Armor maken. Yep. Ja, dat is waar. Ik heb nog ook een paar voor je, omdat ik een Mantis ondertussen de weg ben gevonden, krijg je mijne wel. Nee, dat hoeft niet, ik heb denk ik genoeg. Ik ben vrijgevig. Ja, je bent vrij irritant. Oeh, dat klopt. Het is ook echt overal hetzelfde. Wat een huis staat hier? Oh, dat is mijn huis. Hoezo is het overal hetzelfde? Kun je wel wat uitleg over geven? Nou, overal waar jij... een video van hebt, heb jij mail. En waarom sloeg jij mij? Ik sla jou niet. Ik sta nog niet eens bij jou in de buurt, man. Nee, ik had het nou over Wilco. Wilco, waarom sla je hem? Ja. Gewoon. Ik bedoel, touwelig, waarom sla jij hem? Wie is Wilco? Dat ben ik ook. Oh, echt waar? Let jij een dubbel leven, net zoals ik? Oh, ik bedoel... Voor een klein stukje dayplayer. Dayplayer? Dayplayer.
Dark. Dark. Nou, ik moet wel zeggen, ik had wel leuke reacties gekregen over van... Hoe zit dat nou? Wie is nou dan? Hoe zit dat nou met de Dark Player en Zelda Player? Wat hebben die dan in gemeen? En ik ze zijn door... gemeen. Nou, ik zit. Nee, wat hebben ze dus zeg maar gemeen? Wat, niet dat ze gemeen zijn. Is Zelda Player ook ben ik gemeen? Ja. Alleen op maandagen. I hate my life. Ja, dan ben ik weer ziek en dan heb ik weer te veel editwerk. Ja. Ja. En. Oh, we hebben een Emperor Scorpion. Gezellig. Neem je het ook niet? Gezellig. Nou. Ik ben hier nog heel eventjes aan het looten en dan kom ik er ook aan. Ja, ga maar lekker looten. Heb je hem al dood trouwens? Ja, ik heb alles al dood. Ik heb een. Ik heb nou een stack diamonds. Zo. Bijna 2 stacks van die titanium en uranium. Ik denk dat ik de emerald ook mee ga nemen. Oh, nou gaan we hebberig doen, hè? Nou gaan we hebberig doen. En de gold ook voor Lucky Blocks. Dan kunnen we weer een keer die Lucky Block Challenge doen. Die vonden de kijkers best wel leuk, als ik me niet vergis. En dan ben ik weer vergeten mijn timer aan te zetten, dus moet ik het maar even op de gok doen. Maar dit keer doe ik hem niet, hè? Waarom niet? Omdat ik hem al een keer gedaan heb. Nou moet iemand anders hem doen. Ja, nou en? Kido. Nee. Ja, ik heb geen Lucky Block. Paula, nee. Ik vind gewoon dat jij hem moet doen. Nee! Ja! Nou. Oh, ik word echt zo ziek van die rode mieren. Elke aflevering maar weer. Altijd maar weer die vervelende, klote rode mieren. Echt een hele zwerm hier. Een zwerm mier? En dan ook nog eens een slechte pun achteraan ook. Ja, erg hè. Pam pam pam. Pam 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 pam. Botertje. Waarom ben je weggegaan? Zonder mijn nieuwe banaan. Hey jongen. Dat klonk gewoon... fout. Dat klonk echt slecht. Ja. Spijt me. Maar ja, wat wil je? Het is zaterdag. Zaterdag. Zaterdag was de mooiste dag van de week. En wat zing je toch weer toonloos? Hij is toonloos. Zaterdag was de mooiste dag van de week. Serieus, hoe kijkers die liggen nou ondertussen bijna allemaal te slapen zo, joh. En je wist, als je naar je vriendjes keek, er gaat weer heel wat beleven. Zal ik hier gewoon even andere muziek doorheen editen, jongens? Jongens, het refrein! Het was groen als gras, het was groen... Mag ik even 3 kruisjes? Hey, doe normaal! Ik kan supergoed zingen. Maandag. Als dat supergoed is, dan... wil ik niet weten wat... dan, ja, wat ja. Slecht is. Oké, it's accepted. Kom maar mee. We gaan gewoon nu een parody maken op een lied. Oh god. Ga je gang. Ja. Verras me. Vergas me? Oh. Maas! Wow! Nee, die hebben we te vaak gehad. Die hebben we te vaak gehad. Nee. Huh? Maar dan is... Wie hit mij? Waarschijnlijk een rode mier. Ik heb er hier ook weer 300 of zo. A, B, C, kappen mee. Is dat je nummer? Je zou improviseren. Dus dan is het EFG, je doet weer mee. Nee, ik doe... Als je improviseren, dat deden we altijd vroeger. Vroeger? Ah, heel flauw. Nou, zout erover. Nee. Vandaag even geen zout! Nou, suiker erop. Ook niet. Of zo. Goed, nou, ik heb hier alles gemined. En dan is Alex ook weer blij, want hij krijgt er toch niks van. Heb je niet. Jawel, ik heb hier alles gemined. Okay. I mine at night. Maar eens even kijken. Had ik 5 lucky blocks. En dan? Die zijn voor degene die het gaan doen. Je krijgt ze van me! Oh, dat is helemaal mooi. Ik ga het niet doen. Je mag houden wat erin zit, of course. Oh, dat is dan ook wel weer aardig. Dat is heel goed. Dat zou behoorlijk raar zijn dat... Wat zou dat aardig zijn? Maar ik ben aardig. Om te bewoorden wat je voelt. Oké. Wat kan dat aardig zijn?
flintenstiel gemaakt. Oh. Om flintenstiel te maken dan. Ik nodig hebben. Want dan gaat hij nodig hebben. Dat zullen we wel zien. Dat zullen we wel zien. Nou, ik heb van mensen heb ik wel eens van, hoe lang gaat de Minecraft-serie toch door? Dat is op het moment dat we de King hebben verslagen. De King. Nee. De mensen Minecraft zat? Nou, ik denk het niet. Nee, dat denk ik ook. Jawel. Zijn mensen mij zat? Nee. Nee, nee, absoluut nee. Niet. Ze moeten nog steeds op touwelig abonneren. Ja. Ik praat tegen jullie, ja. Kom op, joh. Help hem nou aan die 1000 subscribers. Dat is gaaf. Probeer ik al heel lang voor elkaar te krijgen. Hey. Oh, er is er eentje hier gewoon een koeien aan het verbranden. Nee. Nee, nee. Komt uit de hand! Oh, gaan we daar weer mee verder? Het is zaterdag en het loopt over de hand. Dit wil je niet zien. Dit wil je niet zien. Niet. Nothing happened. Nee, niet naar je koeien gaan. Naar mijn koeien? Ja. Ja, er is er eentje die heeft je koeien... dat mag niet, hè? Die heeft even gepeild hoe sterk jouw... Die heeft een goede peiling gedaan over hoe sterk jouw koeien kunnen zijn. En de peiling wees uit dat ze niet tegen hitte kunnen. En de peiling wijst dus uit dat eigenlijk dus Alex deze weekend niet meer verder erin zit. Ik heb niks gedaan! Je hebt de koeien in de fik gestoken! Nee! Waarom zegt iedereen dat je koeien in de fik hebt gestoken? Dat was ik niet! Ik ben een pyromaan! Nu ga ik weg. Nee joh. Doei. Zal de Wall of Commons ook goed brandhout zijn? Nou, probeer het uit, zou ik zeggen. Nee. Oké. Iedereen. De Wall of Commons willen verbranden, hoe durf je? Ik hoor iets. Nee hoor. Ja, ik had even een hekje teruggeplaatst, want er stond daar een blokje hout, dus alle koeien konden weg. Wat die... Dat is geen reden om iemand te kicken. Nee, eigenlijk om te bannen. Ja, boonga, oonga, boonga. Ja, dat zou eigenlijk inderdaad meer verbannen moeten worden. Ja, je zei in ieder geval verbranden. Oei, 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 het loopt... Gaat het wel goed met hem? Oei, oei. Er is echt iets mis met hem volgens mij. Oei, oei. Vertel eens wat nieuws. Ik maak me nogal zorgen. Kunnen we voor hem de witte wagen misschien even bellen? Je bedoelt de politie? Nee, het witte busje. Oh. Heb ik nog trouwens een... Nee. Heb je trouwens één... Nee. Nether. Nee. Iets. Geen nether wat? Nether. Mama, zo. Nee. Wees volgende keer wat duidelijker. Nee. Nee, dat bleek. Nee. Jongen, 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 jongen. Nee. Nou, meisje dan. Nee. Oenga, boonga, oenga, boonga. Kunnen we ook nog iets anders zeggen? Nee. Misschien. Misschien dan, vooruit dan. Nee, helaas. Ik heb net overlegd, kan niet. Ik presenteer u de eeuwige vlam. Ik presenteer u hoofdpijn dadelijk. Tja. Hoe maak je ook alweer vlam? Hetzelfde als hoe dat je cobblestone maakt. Oh, ik zie hier cobblestone. Misschien kan ik dit best even minen. Oh ja. Ik word echt moe van jou. Dat was niet minen. Jongens, ik probeer die proces te halen en alles. En vandaag hebben we gewoon echt helemaal niks bereikt. Zelfs met een knip. Hebben we nog helemaal niks bereikt. Dus dat wordt morgen waarschijnlijk dus pas dat we bij de Nightmare Dimensie komen. Dus. Nee, weet je waarom de Towler dit nou eigenlijk doet? Gewoon even de boel uitstellen. Hij is jaloers. Nee, hij is de boel aan het uitstellen omdat hij bang is voor de Nightmare Dimensie. Nee, dat is niet waar. Klep. Zo kijk je skin. Kijk je skin dan. Hé, hey, gaan we het nou over hebben? Hé hey, jongens, stop hè. Paas erop. Hij heeft een
dat soort onzin, daar gaan we het niet in, op mijn kanaal komen. Dat is skin! Ja, nee, dat weet ik ook wel, maar ik bedoel daarover van die discussie van... je kent het wel. Ja. Daar gaan wij niet aan beginnen. Ben ik toch nog wel benieuwd welke discussie het is. Oh. Dat is een discussie en daarmee is het over. Maar daarmee ook, praten we het verder niet meer over. Voor meer vragen en opmerkingen, de touw is niet, staat niet garant voor eventueel. Ik kan de schade van de kanaal. Hey, ik heb een complete ultimate set! Oh, wow. Ja, mag je er voor mij ook wel even in mogen maken? Nee! Aangezien dat hier iemand de hele tijd bezig is met... Hey, ik ga je koeien verbranden! Hey, ik ga de Wall of Comment verbranden! Hey, ik ga jouw cobblestone mijnen! Denk ik niet dat ik jou iets ga maken, nee. Veel plezier in de Nightmare Dimensie, alleen! Oké. Ik ga mee. Ik ga mee. Nou, dan hoef jij dus ook niet in de aflevering van morgen te zitten als ik het zo... Tot morgen. Wat een rust. Ja. Hey! Dat was hem dan vanavond. Het wordt dan rustig en ook wel fijn. Want als de touwler weg is, zullen we alle winnaars zijn. Oh nee. Dat is de parody. Dat is de parody. Oh, hij is gekomen. We laten ons wel kennen. Touwler gaat er vandoor. Want als hij niet tegen zijn verlies kan, dan is die zielig hoor. Dag de touwler, dag de touwler. Met z'n allen zingen wij tot volgende week dan maar weer. Touwler. Touwlertje. Piep, 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 piep. Ach, jij is nou al weg. Maakt niet uit. Zo, lekker rustig. Ja. Dus nou, ik denk ongeveer dat we dan wel ongeveer op de half uurtje nou zitten. We hebben echt een flikker gedaan. Jawel, we hebben een stable end nest gevonden en ik heb een complete ultimate armor set. Mag ik trouwens jouw crafting table Nee, trouwens, dat mag toch niet. Waarom vraag ik het nog? Waarom doe ik überhaupt die moeite? Heb jij trouwens een crafting table bij je, of? Nee, zo'n ultimate enchantment table bedoelde ik. Oh, een enchantment table. Maar die mag ik niet gebruiken, dus... Kom nou maar! Echt waar? Ik doe de deur zelfs open voor je, als die deur dicht valt. Wil jij niet aan mijn deur zitten? Zo! Beter je mag dan de deur. Wel aan het andere knopje zitten. Je mag wel op het andere knopje drukken. Ja, ik ben inderdaad. Kom naar binnen! Draai het en hallo? Ja, het loopt vast. Ja, hij loopt... Mij ook! Zijn er meer mensen waar hij vastloopt? Nee. Wij zijn zo bij u terug. Ja, daar ben ik weer. Hoe werkt deze gekke deur dan? Waar zit jouw knopje? Welkom bij mijn deur. Oh, daar zit je knopje. En ik ga er nog niet eens doorheen. Serieus, joh! Oh jee, paniek! Ik moet zo snel mogelijk naar binnen toe! Ga even naar opzij, dan laat ik even de deur eerst open gaan. Ja. Kom maar, de deur is open. Jongen, zeg. Kom maar naar binnen. Ik ben al binnen. Wel binnen? Ik ben al binnen, ja. Hey! Dat was die pot! Zal je een oplawaai geven? Oké, wat hebben we hier allemaal nog? Unbreaking, die wil ik er allemaal op hebben. Unbreaking. Zeker weten? Ja, zeker. Ja, zeker, de hypothekers. Oeps. Boom. Waarom? Wil jij mij nou non-stop pijnigen? Waarom? Nee. Ja, ik weet niks. Je wil hem gewoon pijn doen, hè? Ik heb hier wel lava. Serieus, ben ik nou dom een experience? Oh, ik wou wel zeggen. Ja, dat gaat hard hoor, als je eenmaal duurkoop doet. Ja. Kijk, waar is trouwens mijn loon voor... Meedoen, dat is jouw loon. Oké, zal ik jou eens even opzoeken? Hoor. Waar ben je? Ja, is goed. Zoek mij maar even op. En mijn Minecraft loopt weer vast! What the frick? Ja, dat is voor mij ook. Ja, daar kan ik niks van doen. Voor mij loopt hij nog goed. Oké. Okay. Piggy.
Oh, echt, ik haat jou. Wacht je eens. Was je eens met de bedoeling om... Nee, dat hoef je niet erin te doen. Ja, dat gaat er wel in, want het zit in de aflevering. En dan is de grap dat het erin zit. En dan... Ik deed niet expres. Hij deed expres. Ook niet per ongeluk. Hij deed expres. Ik deed per ongeluk expres. Kijk eens. Haat, haat, haat. Haat, zeg ik jullie. Oh, wie hoorde ik daar? Ik zweer het. Wat vinden jullie van mijn trap naar... Saai. De ondergang. Het is toch echt een hele vette trap, hè? Schoonmaken dan. Waar heb ik nou die hout gelaten? Leuk, hè? Nou kan je hier op. Kijk. Waar heb ik nou het hout gelaten? Je kan je helemaal nee, rond, de hè? Hout. En dan kan je hier ook op. Oh, ik zie hier wel een potentie in voor de comments. Hoezo? Om er ook op te bouwen. Ik heb gewoon geen hout meer. Wat is dit voor BS? Ik had al die safari hout meegenomen en nou is het weg. Laat op te bouwen. Kijk, als je hier nou gewoon naar boven gaat en je gaat hier bijvoorbeeld op of zo. Oh! Dan... Nee, ik heb geen idee. Een special comment. Wat? Je moet hier zo ophangen. Nee, er komt even nog helemaal geen special comment. Nee. Alle comments zijn special. Ja. Jongen, jongen, jongen. Echt, die gasten af en toe echt moe. Moe. Koppijn krijg je er gewoon van. Hey, is het een leuk idee? Special comment. Elke comment is special. Daarom. Daarom moet je elke comment op die wall zetten. Ja, dus. En we hebben al zo'n wall. Dan kom je aan. Heb je al zo'n wall gemaakt? Oh. Guido, sla hem af. Mag het? Ja. Ja! Oké. Okay. Kill an attack. Yeah, George! Nou, ik heb er even genoeg hout om eventjes wat science te maken. Ik snap niet waarom dat de server nou in één keer zoveel lag issues heeft. Maar eerlijk gezegd, moet het bij. De reden dat we dus naar de Nightmare Dimensie gaan, oftewel tenminste dat willen we morgen voor elkaar gaan krijgen, dat is dus dat we alle items kunnen voor elkaar krijgen voor een Big Bertha. Heel erg simpel. Big Bird, we gaan voor een Pino. Pino. Als jij een Pino wil, jongen. Maar een Big Bird is toch Pino? Jij zei Big Bird. Bertha. In de A, het zit hem in de A. Oh, dus A. Dat is een vrouwtjespino. Jongens, hey, tussen deze aflevering in ga ik gewoon even moord plegen. Ja, dat vinden jullie vast en zeker niet erg. Comment van de dag, daar gaan we nou op focussen. Dus als iedereen nou eventjes zijn kop dicht wil houden, heel erg fijn. Aflevering 25, de comment van de dag. Hé, doe eens niet. Wat? Ik word hier geslagen. Geef ze rot gelijk. Die komt van Wessel Harm. En die had geschreven... God... Jongens, jullie ook al? Ik zit er al met drie maloot hier ondertussen. En dan beginnen jullie ook al. Wessel Harm had geschreven... Dark Player. Begint toch goed? Oh ja. In... Oh, niet in. Niet in. Ja! Ik denk dat ik weet wat het is. Dan zeg ik het ook niet. In... Ah. In... Jullie snappen het wel. Mooi. Dus. Dank jullie wel voor het kijken. Heb je nou een leuk momentje of wil je ook op de comment wall laten reactie achter, laten like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play Modded Survival. Waarin dat ik helemaal in mijn uppie ga spelen, want ik ben helemaal klaar met deze gasten. Doei! Doei!